Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, heeft vanmorgen een workshop gehouden over het REDD+-programma. Dit programma wordt technisch gecoördineerd door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS. REDD+ is een programma van de Verenigde Naties ter vermindering van de effecten van klimaatverandering. Het gaat om het aannemen van beleid en creëren van positieve beweegredenen die leiden tot het verminderen van uitstoot door ontbossing en bosbeschadiging in ontwikkelingslanden. Inmiddels is hieraan toegevoegd het duurzaam bosbeheer en de vergroting van koolstofopslag van het bos. Volgens Armstrong Alexis, vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname, is het verminderen van de emissies van ontbossing en aantasting van de bossen geen gemakkelijke opgave. It requires science, research, technology, increased human capacity, but most of all, it requires action from the community at the national level and internationally. I am delighted to see the enthusiasm, the interest, and the dedication of so many of you, particularly those of you who have been working on REDD+ over the past 4 years. I have mentioned before that Suriname is one of the lowest emitters of carbon dioxide globally. Your country is one of the few carbon negative countries around the world. And Suriname, with its largest percentage of its landmass covered by forest, is the greenest country on earth. Volgens Jerry Akum, beleidsadviseur op het ministerie van RGB, is tijdens de workshop gediscussieerd over onze bossen en het belang van onze bossen binnen de duurzame ontwikkeling van ons land. Hij zei verder dat de SBB het afgelopen jaar binnen het REDD+-programma het National Forest Reference Emission Level, FREL, heeft ontwikkeld. Het FREL is een koolstofdioxide-uitstootniveau berekend op basis van historische data en de verwachte trend van ontbossing en bosdegradatie zonder de implementatie van het REDD+-programma. Het FREL is vandaag gepresenteerd aan de belanghebbenden. Akum gaat nader hierop in. We willen u vandaag door dit proces heen begeleiden, zodat u meer inzicht krijgt in de totstandkoming van deze FREL. En uiteraard ook uw input hierop kunt geven. Na het verwerken van alle input zal deze FREL worden ingediend door het kabinet van de president bij UNFCCC. En dat zal gebeuren voor 2018. Het bepalen van de FREL is voorafgegaan door vele jaren waarbij data is verzameld binnen het Nationaal Bosmonitoring Systeem, welke is opgezet binnen de SBB. Vandaag zullen we u ook updates geven over de nieuwe resultaten die we hebben kunnen realiseren, inclusief de resultaten van een studie van de bosbouwsector die verricht is door de SBB. Jerry Akum, beleidsadviseur op het ministerie van ROGB. Hij opende vanmorgen de workshop over het REDD+-programma. Deze eendaagse workshop is gehouden in de bankethal van Torarica.